27 oktober is het zover en dan komt er een nieuwe Super Mario naar de Nintendo Switch. Mogelijk een system seller, je weet maar nooit. Peter mocht er gewoon 2 uur lang mee aan de slag bij Nintendo Nederland. Gewoon gezellig, overvloer, kopje koffie, Super Mario Odyssey. Lekker. En dan vraag ik me af, Peet, Super Mario Odyssey, gaat dit de nieuwe Super Mario worden? Ja. Ja. Tot ziens, dat was het voor deze week. Nee, oprecht. Ja. Ik was echt, ik heb al zo lang zin in deze game. Het wordt echt, ik denk dat het mijn game van het jaar wordt, misschien samen met Battlefront, maar ik... Er kan ook niks Star Wars van de troon stoten. Nee, maar dit is singleplayer, dus dat loopt. Maar echt jongen, Mario Odyssey, ik heb zoveel zin in deze titel. Het is zo vertrouwd, maar zo anders. Ja, en... Dat is wat, de tagline gelijk. Daar heb je alvast je tagline. En dan mag je nu mij gaan vertellen hoe je tot die tagline tot stand is gekomen. Want ik neem aan dat jij bedoelt, het is een open... Nieuwe, frisse Super Mario, maar het blijft nog steeds wel Mario. Zullen we beginnen met. Wil je beginnen met de openheid? Waar ik het meest benieuwd naar ben, is misschien wel een beetje de setting, het verhaal. Er schijnt iets te zijn met Mario's pet. Hij leeft in één keer nu. Ja, maar het is niet Mario's pet. Het is een eigen entiteit, Cappy. Cappy is niet zeg maar de pet die hij al die jaren al op heeft gehad, nee. Die nu in één keer leven heeft gekregen. Ik ga verder niks spoilen, want het verhaal is altijd super diep en gelaagd en zit echt in de canon. Spoiler alert. Mario heeft tepels, is nu ook canon. Dat is ook canon. Maar, hoe heet het? Cappy en jij zijn tot elkaar veroordeeld. Jullie hebben allebei een missie. Die missie is om iemand of iemanden te redden. Nou, ik weet het wel. Dus zit ze in dit kasteel of in een ander kasteel? I don't know. Yeah. Elke keer in een ander, als je het weet. Dat is waar we tot elkaar veroordeeld worden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de gameplay met Cappy. Cappy is de grote vernieuwing, je pet, hè, in de game. En die zorgt voor heel veel nieuwe dingen. Zowel op platformgebied als op variatie binnen de gameplay. En we zagen dat al een beetje in trailers natuurlijk. Al, begin dit jaar, toen de Nintendo Switch werd onthuld en zo. Je kunt Cappy in de lucht gooien en daarna laten tollen. Dan kun je hem gebruiken als een soort van extra platform. Maar, en ik denk dat dit belangrijker is, je kunt Cappy op andere dingen gooien. En dan neem jij hun entiteit... over. Ja, je kunt gewoon andere wezens in de wereld zijn. Dus... Dat klinkt als een soort van mentale slavernij, maar oké. Ja, dat is ook zo. Cappy gooi je erop, dan gaat Mario er een soort van in en dan ben je het. En, krijg je een snor? Krijg je een snor. En, wel toch? Krijg je een snor? Heel veel dingen krijgen een snor. Oh, je krijgt wel een snor. Ja, dat hoort erbij, hè? Anders ben je geen Mario. Dat is ook zo. Dan kun je dus vuurballen kun je worden, dan kun je door vuur heen lopen, dat is heel makkelijk. Je kan een hammerbro guy worden, dus kan je hamers gooien, wat heel makkelijk is om bepaalde muren te vernietigen. Je kan een Koopa Troopa worden, wat ik niet zo goed snap waarom. Of een Goomba kun je worden, wat ik niet zo snap waarom, maar je kan op elkaar stapelen op dat moment. Dus dat is de power of friendship, weet je wel. Die zijn samen united, they can't be broken. Je kan een kikker worden, waardoor je heel erg hoog kan springen. Je kan een bullet guy worden, waardoor je kan vliegen. Nou, dat zijn de 5 die ik tot nu toe heb gezien. Misschien heb ik nog één gezien, ben ik die vergeten. Maar dat brengt dus ongelooflijk veel variatie in de gameplay, want het zorgt ervoor dat bepaalde gebieden binnen levels nog niet bereikbaar zijn, of pas later bereikbaar zijn, of die pas bereikbaar zijn als je het snapt, wat ook wel eens lastig is. En dat maakt het best wel gevarieerd. En ik denk ook wel verfrissend voor de echte Mario-fans, want die gaan natuurlijk voor het eerst een Goomba spelen. Die gaan voor het eerst zelf Bullet Bill zijn. En dat is niet iets wat je in andere Mario-games veel hebt gezien. En dit is nou de grote nieuwe telg aan Super Mario. Ja. Maar je had het net al even over die openheid van alles. Ik heb wat gameplay van jou gezien en ik moest eerlijk zeggen, het gaf me een beetje Donkey Kong vibe af en toe. De werelden zijn gewoon vrij groot. Donkey Kong 64? Ja, een beetje van... Banjo Kazooie-achtig. Je ziet daar iets in de verte en ga je er komen, gaat dat lukken? Oh nee, dan moet je een keer later terugkomen en zo. Het is een beetje... Heb ik dat goed, die vergelijking? Dat heb je helemaal goed. Nintendo zelf vergelijkt de game het meest met Super Mario Sunshine en Super Mario 64 en niet met Galaxy. Want Galaxy waren best wel gesloten, ook wel open werelden, maar had je allemaal planeetjes. En dit is echt een groot uitgestrekt landschap waar je elke keer in komt. Qua kleuren ook heel erg sunshine, overigens. Ja, maar dat verschilt wel per level, hoor. Oh, ja. Wij zagen het wel een snoepjes level. Dat is wel vrij kleurrijk, ja. Ja, en die levels, die moet je manen in verzamelen. En in plaats van zonnen. Sterren, toch? Sterren zijn... Ja, maar in Sunshine was de zon, hè? Ja, ja, tuurlijk, ja. Maar nu zijn het manen. Wanneer wordt het Pluto? Welke game wordt het Pluto? Ik weet het niet. Je moet dan allemaal manen verzamelen in de wereld. En normaal was het zo dat je een ster verzamelde en dan stopte de wereld. En dan ging je weer opnieuw en dan ging je voor een nieuwe ster. Maar nu blijf je in dezelfde wereld. Dus je kan soms wel 30 manen verzamelen in een level door gewoon het level te spelen. Wat dat betreft best wel een soort Zelda-approach van de nieuwe Zelda. Want die is ook heel open, dan kun je alles gewoon zelf aanklooien. Ja. Dat is in Mario eigenlijk ook. Maar doordat er zoveel variatie in gameplay zit, wordt dat heel erg interessant. Want soms ben je dus inderdaad met Cappy aan het platformen en soms ben je een eindbaas aan het verslaan. Maar soms ben je ook minigames aan het spelen. En die minigames zijn ook super vet. Als je bijvoorbeeld een berg hebt en je moet op de berg,
Dan zit er zo'n buis in die berg. Dan ga je in en vervolgens speel je even een oude Super Mario Bros. 1, 2D Mario. Oh. En dan ga je zo naar boven en dan kom je boven de berg, kom je er weer uit. Dat is een minigame. Dus of je gaat beachvolleyballen. Dat is een minigame. En zo zijn er allemaal minigames in die game gemaakt, waardoor het eigenlijk super gevarieerd wordt, super nieuw, terwijl de controls echt gewoon voelen als elke oude 3D Mario die ooit hebt gespeeld. Ja, maar dat is ook wel een speciaal dingetje, want natuurlijk de Switch-ding is helemaal van speel zoals je zelf wilt. Er zijn altijd heel veel verschillende manieren om het te spelen. Jij hebt ook de motion controls mogen meemaken. Ja, Nintendo zelf wil in de tutorial staat ook dat ze het liefst hebben dat je met losse controllers speelt. Altijd eigenlijk wel. Ja, dat komt omdat Cappy kun je ook bewegingen maken, je kunt hem rond laten draaien. Het is heel makkelijk om dat zo te doen. Het kan ook op andere manieren. Maar het is volgens Nintendo het makkelijkst om met losse Joy-Cons te doen. Ik ga met Pro-controller spelen, ik ben een echte gamer. Het is even toch een soort van elitair gedrag onder de Switch-gebruikers. Nou, nee, niet. Maar ik vind het gewoon fijn, daar speel ik al jaren mee. Maar dat maakt verder niet uit. Dat is eigenlijk de bedoeling voor de game, vinden ze eigenlijk dat je met losse Joy-Cons moet spelen. Oké, dus wat ik heb is verfrissend, een heel stuk opener, veel meer variatie, heel erg vernieuwend. Ja. RPG. Super Mario RPG. Het woord is gevallen. Waarom in godsnaam RPG? Nee, ik weet niet of het echt RPG is, maar je kunt kleding kopen in winkels. Ik wou net zeggen, het is toch gewoon een beetje completionist game aan het worden. En dat klinkt nu ook wel. Die kleding ligt wel in de lijn der completionist. Van, we zamelen al deze manen. En heb je op de snoepjesplaneet al een snoepjesmuts gekocht? Ja. Want die moet je ook nog hebben als je de verzameling compleet wil hebben. Dat is dus wat er aan het gebeuren is. Je hebt twee soorten valuta. Je hebt de gele sterren, daar kun je, of de gele muntjes die je altijd hebt in elk deel. Je gaat ook, als je dood, je krijgt geen levens meer. Als je dood gaat, betaal je gewoon 10 muntjes, kan je weer verder. Kapitalistisch. Wat heel erg is, want je wil die muntjes hebben, want je wil shit kopen in de wereld. En dan heb je dus winkels voor de gele muntjes. En dan kun je dus algemene dingen die overal te gebruiken zijn. En je hebt winkels, de lokale valuta. En dan kun je dus speciale pakjes kopen, speciaal voor dat land. Dus bijvoorbeeld in Snoepjesland een kokspak. En met dat kokspak kun je bijvoorbeeld weer een ander pand in waar een bewaker voor staat. Die zegt, nee, alleen een kok mag hier naar binnen. Nou ja, heb jij weer een incentive om die lokale valuta te gaan halen en dat kokspak te gaan kopen. Nou goed, dat is dus hoe het werkt. Dus dit is gewoon een game die, als dit je trekt, dan laat je dit nooit los. Omdat je van elke wereld zoiets hebt van, ik wil alle kostuums, ik wil alle plekken zien, ik wil alle minigames, ik wil alle manen inderdaad. Ja, maar dat is dus wat het is en dat is waarom Odyssey zo vet is, want het is zoveel. Het klinkt ook inderdaad als een hele golf die op je afkomt van Super Mario. Ja. Waar die dan in zijn zwembroek in staat met tepels schijnbaar. Ja, en een zwembroek is dus een van de duurste dingen die je kunt kopen. Die kost 1000 munten. Maar door die hele tepelcontroversie waarschijnlijk. Nippelgate. De Nippelgate. Mario Nippelgate. En dus dat is heel fijn. Ik ben heel te enthousiast. Ik merk het. 27 oktober. Maar je bent lekker op dreef. Dit is echt een game waar je echt heel hyped voor bent. Ik ben heel erg hyped. Ja, echt ontzettend. En ik heb er zin in. Ik ga hem niet onderweg spelen, maar kan natuurlijk. Ik speel dit op grote. Als je dit onderweg speelt, dan kom je nooit onder deze game uit. Dan ben je alleen maar gewoon continu bezig met, ik moet nog wel het kokspak hebben. Ja, ik weet niet, met dit grote games vind ik gewoon een groot scherm. Ja. Maar goed, dat is mijn persoonlijke. Ik ken ook mensen die me heel zelden uitspeelt op dit ding. Nou, het bestaat. Ik heb hem ook op groot scherm uitgespeeld. Het is aan jou, dat is ook het ding van de Switch. Het is ook helemaal aan jou. Ik wil mensen in de trein zien zitten met die motion controls. Dat ze Cappy aan het gooien zijn met motion controls. Het is wel vet. Dat was het voor de video review, preview moet ik zeggen, preview. Van Super Mario Odyssey. Dit was Peter, ik ben Tom, aangenaam. We hebben onszelf nooit voorgesteld, de namen stonden op een gegeven moment in beeld. Maar wil je meer weten, er is een geschreven preview verschenen op Gamerset.nl. Kun je natuurlijk langsgaan en dan kom je alles te weten als dit al niet duidelijk genoeg voor je was. Want ik neem aan dat de bottom line is wel vrij duidelijk gemaakt. Ja, en kom vooral op 27 oktober terug, want dan hebben we heel veel gameplay en natuurlijk een review van Super Mario Odyssey. Tududududu.